het terrein van de ijsbaan. Ja, en we kunnen hier rustig staan, want het water is weg. Ja, het water is weer weg, jammer genoeg. En we hebben het jammer genoeg ook niet kunnen gebruiken als ijs. En vandaar dat we nu eigenlijk weer op de ijsbaan staan en wij eigenlijk onze nieuwe plannen een beetje kenbaar maken. Ja, wat leuk is anders natuurlijk, een paar jaar geen ijs, hè, als ijsvereniging. Ja, dat is heel vervelend. Ook uit overwegingen dat de vrijwilligers heel veel werk verzetten om niet alleen de baan, maar ook de hele omgeving eromheen zo optimaal mogelijk voor elkaar te krijgen. En dat het eigenlijk allemaal voor niks is, dat vinden wij natuurlijk heel erg jammer. Daarom afgelopen zaterdag een drankje voor de mensen die een abonnement hadden genomen? Ja, we hebben gewoon als een, ook een geste gedaan. En ook om de mensen het clubgebouw te laten zien. We hebben natuurlijk verleden jaar een nieuw clubgebouw neergezet. En vanuit dat nieuwe clubgebouw willen we graag nieuwe activiteiten ontplooien. Om in ieder geval het bestaansrecht van de ijsbaan te continueren. Want zolang er geen ijs is, is er natuurlijk ook bijna geen inkomen. Of eigenlijk helemaal niet. Ja, er was een mooie ijsbaan, wou ik zeggen. Ja. Maar ja, jullie willen natuurlijk hier ook een ijsbaan hebben. Ja, we willen hier natuurijs het liefst hebben natuurlijk. Maar goed, dan zijn we afhankelijk van de weergoden. En wat wij nu van plan zijn, is om in samenwerking met een groep mensen te kijken of het haalbaar is om ook een stuk van de natuurijsbaan te gebruiken voor eventueel een kunstijsbaan. Waar dus kinderen, zeker de jonge kinderen, de eerste beginselen van het schaatsen kunnen leren. Hoe lang zijn die plannen er al? Die zijn er al 2 jaar. Eigenlijk sinds het moment dat wij dat project toen in de Pekingtuin hebben gedaan met de firma Bellons en nog een heleboel andere veel mensen. En toen hebben wij gezegd, nou, we doen eerst het project, het nieuwe gebouw. En eigenlijk toen we met het nieuwe gebouw zo goed als klaar waren, toen zijn we gelijk aan de gang gegaan om te kijken van nou, hoe kunnen we op termijn, want dat heeft toch best wel de nodige voeten in de aarde, niet alleen de financiële middelen, maar ook de haalbaarheid om een vloer neer te leggen waar je dan ten alle tijde een kunstijsbaan op kan leggen en ook meerdere activiteiten kan ontplooien. Ben je al ergens wezen kijken? Ja, we zijn voor een paar weken geleden met het volledige bestuur zijn we in Neder-Oostenberg geweest. Neder-Oostenberg doet het al 7 jaar. En die hebben heel veel ervaring hebben die opgedaan voor het neerleggen van een kunstijsbaan voor een wat langere periode. En die hebben ons heel veel expertise gegeven en heel veel deskundig advies gegeven. En als we nog vragen hebben, kunnen we altijd bij hun terecht. En dat versterkt ons eigenlijk alleen maar in het idee om zo'n baan hier neer te leggen. En niet voor 1 jaar, maar voor de eerst komende 10, misschien wel 15, 20 jaar. Ja. Ja, we staan hier op de kant van de ijsbaan, aan de kant van de Gerenweg. Komt hier dan die andere ijsbaan? Ja, het stuk vanaf de parkeerplaats tot aan zo'n beetje de eerste lantaarnpaal, zoals wij dat dan even gekscherend hebben genoemd. Dat willen we ophogen. Een centimeter of 50, 60 wordt dat opgehoogd. Daar komt dan een puinlaag overheen. En op die puinlaag komt een soort steltonplaten met allemaal pijpen erin. Die pijpen die kan je gebruiken voor zowel koeling als voor verwarming. En dan gaat een soort vloeistof erheen die zowel de koeling als de verwarming doet. Het grote voordeel van dit systeem is dat het ook milieutechnisch heel interessant is, omdat namelijk de warmte een zodanige productie levert dat je die ook kan gebruiken voor de koeling. Dus je hebt een soort win-win situatie. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele mooie plannen. Alleen die moeten wel gerealiseerd worden. En daar zijn we nu op dit moment met een groep mensen mee bezig om dat handen en voeten te geven. Hoe groot wordt het dan? Het hele stuk hier? Ja, het hele stuk nu achter mij, dat gaat dus verhoogd worden. De hele oppervlakte van de ijsbaan, dat zal zo'n beetje een 20 bij 40 zijn. Die wordt overkapt met een tent. Op het moment dat wij dus daar een ijsbaan willen hebben. Omdat de afbreukrisico's, dat hebben wij ook vanuit Neder-Oostenberg gehoord. Van het feit dat je in een open lucht iets doet. Die zijn erg groot. En op het moment dat je daar een tent overheen zet. Die dus gewoon dan voor 6 of 8 weken er staat. Heb je dus die afbreukrisico niet. En je kan dus eigenlijk alles wat je maar wil organiseren. Van kinderdisco tot aan bedenk maar wat. Ja. Nu zit overal een kostenplaatje aan. Hè? Hoe kom je het geld? Nou ja, dat is natuurlijk een van de grootste punten waar wij mee bezig zijn. En vanuit de groep vandaan heeft men toch wel het idee dat door middel van crowdfunding de nodige middelen binnengehaald kunnen worden. Crowdfunding is een fenomeen wat zich de laatste jaren enorm heeft opgeworpen om projecten te laten doen slagen. En waarbij dus de mensen ook weer gegarandeerd hun geld terugkrijgen. Dat zijn natuurlijk geweldige initiatieven die natuurlijk ook door ons onderzocht wordt. En waar wij proberen op zo'n manier de nodige financiële middelen binnen te krijgen om dit project te laten slagen.
Dan liggen deze plannen er al eventjes. Ik neem aan dat je een beetje een idee hebt van nou, dan willen we hem er toch wel hebben, of niet? Nou, de bedoeling is dat als de plannen doorgaan zoals we nu op schema zijn, dat de komende winter hier die kunsthuisbaan komt te liggen met dus die tent, met alle activiteiten die er plaatsvinden. Maar het zal zeker niet alleen schaatsen zijn. Dat hebben we ook aan Nederhorstenberg meegekregen. Je zal een heel activiteitenplan moeten neerleggen waarbij dus kinderen niet alleen komen schaatsen, maar ja, er zijn zoveel dingen, leuke dingen te bedenken. Kijk eens even naar carnaval, ijscarnaval, kijk naar ijsdisco. Er zijn van allerlei dingen te bedenken waar zeker de jeugd, maar ook de volwassenen zich leuk kunnen vermaken. Nu ligt die ijsbaan er en dan komt er toch ijs. Wat dan? Ja, dat is ook een uitdaging die we in eerste instantie dachten van nou, hoe gaan we dat oplossen? Maar daar zijn we vrij simpel in geweest. Het is een stuk van de ijsbaan die eigenlijk niet zo heel veel gebruikt wordt. Waar wij van zeiden van nou, dat zou eigenlijk, als er een stuk is die we niet willen daarvoor willen gebruiken, gebruiken we dit. Daarnaast is het zo dat de doelgroep voor een kunstijsbaan waarbij kinderen echt een beetje in een afgeschermd gebied kunnen leren schaatsen. Dat is een doelgroep van 4 tot en met ongeveer 10, 11, 12 jaar. En de natuurijsbaan, dat is niet alleen voor de wat oudere kinderen, maar ook zeker voor de volwassenen. En dat is een totaal ander publiek, want op zo'n klein ijsbaantje, ja, dan vinden kinderen het heel erg leuk om een beetje te krabbelen achter op zo'n dolfijntje en achter zo'n dolfijntje aan te schaatsen. En op zo'n natuurijsbaan van zo'n 400 meter baan, ja, dat zijn de echte diehards, zeg ik dan maar eventjes. Die kunnen altijd daarheen en dat bijt elkaar niet. Nee, we zijn er vast van overtuigd dat het zelfs een win-win situatie is. Omdat ouders met kleine kinderen, die kunnen dan met hun kinderen op die kunsthuisbaan. En als ze eventueel willen, kunnen ze ook nog op de natuurhuisbaan. Ja, heel veel succes ermee. Ja, dankjewel Hans. Ja.